Edel, grootachtbare heren. Vergunt u mij hier zelf het woord te voeren en mijn memorie van grieven uit te spreken. Vergunt u mij toe te lichten waarom ik hier sta tegenover gedaagde de heer Van Lennep. De man die mij zo welgezind leek te zijn. Toen ik berooid en zonder enig middel van bestaan mij tot hem wendde met het manuscript van het boek waarom het vandaag gaat. Vergunt u mij ook toe te lichten waarom ik hier in eigen persoon mijn mening geef over de uitspraak van de rechtbank op 29 mei 1861, waartegen ik in hoger beroep ben gegaan. Ik, Eduard Douwers Dekker, was assistent-resident te Lebak. Maar door mijn strijd voor de onderdrukte inheemse bevolking van ons Indië, waarover mijn boek, mijn Max, gaat, was ik genoopt mijn ontslag te verzoeken uit de gewichtige betrekking die ik vervulde. Die betrekking was mijn enige middel van bestaan. Daarbuiten was ik broodeloos. Dit ontslag is mij eervol verleend. Mijn boek, mijn Max, moest strekken tot rechtvaardiging van mijn handelwijze, maar het was ook een beroep op de Nederlandse natie. Ik was een onbekende auteur, had geen middelen om mijn boek voor eigen rekening te laten drukken en kon daarom niet makkelijk een uitgever vinden. Door tussenkomst van belangstellende vrienden raakte ik in kennis met de heer Van Lennep. Hij meende dat ik niet zo dwaas moest zijn het boek voor niets aan een uitgever te geven. Hij zou zich sterk maken om voor mij behoorlijke voorwaarden te bedingen. Een behoorlijke betaling dus. Geld dat ik zo hard nodig had. Maar dan moest ik hem wel carte blanche geven. Warm klopte het hart van Van Lennep voor mij, de ongelukkige beschermer der Javanen. De heer Van Lennep heeft mij in staat gesteld gedurende 6 maanden samen met mijn lieve vrouw Tine en mijn kroost rustig te leven. Van Lennep nam de uitgave van de Max Havelaar op zich en hij zou zich ook sterk maken voor toekomstige lettervruchten die nog uit mijn pen zouden ontspruiten. Hij onderhandelde voor mij met zijn vaste uitgever, De Ruiter, en schreef mij, edelgrootachtbare heren, het volgende, en ik citeer letterlijk uit zijn brief. Om nu met De Ruiter een contract te kunnen maken, dien ik bewijs te hebben dat ik daartoe het recht heb. Nog hij, nog enig andere uitgever, zal natuurlijk een boek drukken, veel minder geld geven zonder overdracht van het kopijrecht, en dat kan ik hem niet overdragen zonder te kunnen aantonen dat ik het bezit. Wees daarom zo goed mij een stuk op zegel te zenden waarbij gij verklaart mij het kopijrecht over de Max Havelaar te hebben afgestaan en daarvoor te zijn voldaan naar uw genoegen. Ik voldeed aan dit verlangen van de heer Van Lennep en ik beschouwde dit stuk als een lastgeving van mij aan de heer Van Lennep om het boek te drukken. Hier begon de ellende. De goede verstandhouding tussen de heer Van Lennep en mij bleef helaas niet ongestoord. Ik was ontevreden over de verspreiding van mijn Max. Uitgever De Ruiter bijvoorbeeld stuurde geen exemplaren op naar Indië, zogenaamd omdat dan naar het geld gefloten kon worden. Hij maakte ook hoegenaamd geen reclame. En door de slaperigheid van die boekverkoper maakte mijn boek veel minder effect dan mogelijk was geweest. De heer Van Lennep echter meende dat ik ondankbaar was, hetgeen ik met uw welnemen, edelgrootachtbare heren, bespottelijk vind. En kort daarna werd onze verstandhouding geheel verbroken. En ik moest bij gerucht vernemen
dat er een tweede druk was gemaakt. Ik, de auteur, was daar niet eens in gekend. Ik kreeg ook geen kans om een goedkopere druk voor te stellen, zodat het boek terecht kon komen bij alle Nederlanders en Indiërs met het hart op de juiste plaats. En ik kreeg geen kans om de angels die de heer Van Lennep uit mijn boek gehaald had, uit mijn boek gehaald had, opnieuw in mijn boek aan te brengen. Alle pogingen tot bijlegging door wederzijdse vrienden mislukt. De heer Van Lennep deed zich voor als de eigenaar van het boek, dat door mij aan hem verkocht zou zijn, zoals een schilderij aan een kunstkoper verkocht wordt. Hij beriep zich daarvoor op de verklaring die ik op zijn verzoek had ondertekend. Want... En daarom heb ik hem verleden jaar voor de rechtbank gedaagd. Want ik wilde vrij kunnen beschikken over mijn boek. Echter, de rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van lastgeving, maar van koop en verkoop. Edel grootachtbare heer, ik heb mijn manuscript niet aan hem verkocht. En wat waar is, moet winnen. Ik heb slechts met dankbaarheid van Lennep's hulp aangenomen om het gedrukt te krijgen. Het recht op de Max Havelaar is niet te koop, is niet te betalen. Ik heb het manuscript alleen afgestaan in de mening dat hij het zou behandelen in het belang van mijn zaak. De hartelijke deelneming van de heer Van Lennep in mijn lot, toen ik bij onze eerste kennismaking mijn ongelukkige omstandigheden aan hem toevertrouwde, gaf mij het vertrouwen dat ik daar goed aan deed. Ik nam geld van hem aan, maar niet als betaling, maar om rustig bij mijn vrouw en kinderen te zijn en om mij bezig te kunnen houden met letterkunde en om af te wachten wat voor indruk mijn boek zou maken op het volk. En om dat ogenblik af te wachten, heb ik zijn hulp aangenomen. Maar toen bleek dat de strekking van mijn boek door de uitgever en ook door hem tegengewerkt werd, heb ik gevraagd aan de heer Van Lennep mij te zeggen hoeveel ik hem schuldig was en mij mijn boek terug te geven. Dit heeft hij geweigerd. Wie zijn huis verkoopt, heeft geen recht meer om iets over de verbouwing te zeggen, schreef hij mij. Maar heren, ik heb hem mijn boek niet verkocht. De verklaring die ik aan de heer Van Lennep heb gegeven was slechts een bewijs dat hij optrad als belangenbehartiger van mij, de auteur. Moet mij echt van het hart, heren, de gedaante speelt hier geen schone rol. Vergeef me dan nu dat ik mijn eigen rol schets. En ik gebruik daarvoor niet mijn eigen woorden, maar die van het publiek en de openbare pers. De eisen, ik dus, had in het prachtig rijk van Insulinde het lot van duizenden mensen in handen. Ik heb die taak met ere vervuld. En ik ben erdoor in één sprong op de hoogste treden van de letterkundige roem beland. Ik heb belangeloosheid, liefde voor recht en waarheid en onafhankelijkheid getoond, die bewondering en sympathie bij het publiek gewekt hebben. Ik wilde gelezen worden en ik word gelezen door staatslieden die op de tekenen des tijds letten. Door letterkundigen die wel eens een boek willen inzien dat opzien baart. En door handelaren die belang hebben bij koffieveilingen. Maar ook door dienstboden die naar de leesbibliotheek snellen. Door gouverneurs-generaal in rusten, door ministers, door dominees, door leden van de volksvertegenwoordiging. Maar wat haalde het uit? Ik bereikte niet wat ik wilde. Nog steeds worden in het Rijk van Insulinde 30 miljoen landgenoten mishandeld en uitgezogen. Uit naam van de koning. Het genie, heren, verliest het altijd van het talent.
Dat hield mij belangeloos, energiek, krachtig, opofferend, misschien bij wijle roekeloos en excentriek genie mij. Tegenover het kalme, ijdele, berekenende en baatzuchtige talent van de heer Van Lennep. De rechtbank meent dat mijn verklaring aan de heer Van Lennep een ongeclausuleerde eigendomsoverdracht is. En geen lastgeving. Maar al sinds het Romeinse recht is een verkoper aan een lastgever rekening en verantwoording verschuldigd van hetgeen hij met de eigendom heeft gedaan. Van Lennep heeft carte blanche verzocht en in de door hem gekozen vorm gekregen om in mijn belang de Max Havelaar uit te geven. Hij heeft die taak volbracht, ja. En daarom is hij daar rekening en verantwoording over verschuldigd. Tevergeefs beroept hij zich op koop en verkoop. Dat zou hij moeten bewijzen, maar dat doet hij niet. En dat kan hij ook niet, omdat mijn verklaring aan hem geen blijk geeft van een overeengekomen koopsom, zonder welke geen koop denkbaar is. En dat mijn verklaring geen koop en verkoop was, waardoor Van Lennep het recht zou krijgen om over het manuscript te beschikken, blijkt, ook voor de niet-juridisch geschoolde, uit de omstandigheid dat hij het manuscript niet mocht vernietigen. Dat het hem niet vrij stond het niet te doen uitgeven. Het is op deze gronden, edelgrootachtbare heren, dat ik het gerechtshof verzoek het vonnis van de rechtbank te vernietigen en mijn vordering alsnog toe te wijzen dat Van Lennep rekening en verantwoording aflegt van de bezorging van de Max Havelaar. Mijn Max. Want laat het voor eens en voor altijd aan de heer Van Lennep duidelijk zijn. Ik heb u Den Havelaar niet verkocht.